allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga zometeen op vakantie. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar ik had dus gisteren mijn koffer al ingepakt. Was eigenlijk wel heel handig. Maar ook weer niet, want mijn tandenborstel stikt er nog in. Of ja, die heb ik al ingestoken. Terwijl ik die nu nog nodig heb. En ook mijn haarborstel stikt in mijn koffer. Dus nu moet ik mijn koffer terug gaan opendoen. En die zit een beetje heel vol eigenlijk. En ik ga een weekje op vakantie. Dus er zit misschien een beetje te veel in. Maar het maakt niet zoveel uit. Oké. Dit heb ik nodig. Want dan kan ik mijn tandenpoetsen klaarmaken. En dan ben ik helemaal klaar om te vertrekken. Dus nu... Ja, dus even kijken hoe laat het is. Het is ongeveer 9 uur 's ochtends. En om 11 uur vertrekken we van hieruit naar de vlieghaven. Eigenlijk heb ik geen flauw idee om laat de vlucht is. Ik weet eigenlijk echt niks... Maar oké, dus ik ga nu even mijn haren kammen en mijn tanden poetsen, want dan zie ik er weer fris uit. En gisteren was ik bij een iftaravond, bij de iftaravond van Overkop. Ik mocht een speech geven. Ik vond het echt heel eng, want er zaten meer dan 150 mensen in de zaal. En ik had dat nog nooit eerder gedaan, maar gelukkig ging het wel goed, denk ik. Dus ik heb misschien ook een stukje gefilmd. Of ja, mijn broertje heeft een stukje gefilmd, dus dat komt nu ook wel in beeld. Ik ben recent op weekend geweest met mensen die ik nog nooit eerder in mijn leven heb gezien. En zonder Overkop had ik dit nooit gedaan. Ik kwam aan bij Overkop als een stil en verlegen persoon. En ik ben nu opengebloeid tot een open en sociaal persoon. Overkop betekent echt heel veel voor mij en het zal altijd veel voor mij betekenen. En dankzij Overkop heb ik mijn grenzen verlegd. En ben ik meer uit mijn comfortzone gekomen. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Dankjewel. En je kon ook henna laten zetten bij de iftaravond. En dat heb ik ook gedaan. Want kijk, mijn hand. Hoe mooi. Ik vind het echt heel fancy. Ik heb er ook mee geslapen. Met die henna op mijn hand. Vandaar dat het ook zo donker is. Anders was het niet zo heel donker. Maar ik ga nu even klaarmaken. Oké, ik heb hem helemaal klaargemaakt. Dus dit kan weer in mijn koffer. En dan kan die weer toe. Die gaat al heel makkelijk toe. Dus zo vol zit hij dan ook weer niet. En dan vertrek ik zo meteen. En kijk, dit is mijn outfitje. Ik heb deze hardrock café trui aan. Met daarop gewoon een jeansbroek. Dus lekker. Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik moet nog even oorbellen in doen. Want ik heb geen oorbellen in. En ik heb ook geen oorbellen mee. En ik wil wel oorbellen in hebben. Dus ik ga even kijken wat ik ga aandoen. Ik wil gewoon zo die knopjes, want die zijn het leukste. Maar ik ben ze even aan het zoeken. Oké, voor mijn eerste gaatje ga ik deze denk ik doen. Dat zijn zo van die maandjes. En voor mijn tweede gaatjes gewoon knopjes. Dus ik ga dat even indoen. Dit zijn de oorbelletjes geworden. En dan ben ik nu helemaal klaar. Ik ga mijn koffer nu terug mee naar beneden brengen. In mijn handbagage, of ja, in mijn zak. Daar zitten gewoon laadkabels. Oh, ik verschrok me dood, want mijn koffer viel op de grond. In mijn zak zitten gewoon laadkabels. Ook mijn wegwerpcamera's. En zo die dingetjes zitten daarin. En ik ga ook een spelkaart mee pakken. Want, ja, waarom niet? En dan kunnen we vertrekken. Of ja, zelfs pas. Mijn ouders moeten een koffer nog maken. Die hebben alles al klaargelegd. Maar die moeten dat dan ook in een koffer steken. Terwijl ik echt al lang klaar ben. En ik ook het snoep in mijn tas steken. Want dan kan ik die bijhouden. En dat is kei lekker. Dan kan ik altijd soepjes eten. Oké. We hebben ongeveer 4 uur gevlogen. En we zijn nu aangekomen in Lanzarote. En dan in ons hotel. En ik ga nu even een roomtour doen. Want de kamer is echt heel mooi en heel luxe. Dus kijk, dit is onze deur. Met dit uit. Oké, en dan kom je hier binnen. Dan heb je hier een kledingkast. Met allemaal spullen. We hebben zelfs een strijkijzer in onze kamer. Ze kunnen gewoon strijken. Maar ik kan dat niet echt, denk ik. Dus dit is de kast, de 1. Dan heb je hier een hele grote spiegel. En nog een kast. Dan hebben we hier de badkamer. Die is echt heel groot. En dan een inloopdouche.
Dus dit, hè. Dan hier een deur, maar dat is op slot. Dan hebben we hier de minibar met... Dit zijn koffiedingetjes volgens mij. Dit is... Wat is dit? Ik weet het niet. Een koffieapparaat, een waterkoker, glazen, snacks, alcohol en een minibar met lekkere dingetjes. Dan heb je hier nog een kast. Voilà. Oei, wat is het hier? Dat is op slot. Dan heb je hier een zetel. Een tv en een tafeltje. Hier ligt bij. Een bed. Oké, dat is schilderij. Oh, en dan zit het balkon. Maar het is echt een groot balkon, hè. Mooi. Ja, ik weet. Dus dit is het balkon. En we hier uitzicht op. Oké, okay, dus ik was het uitzicht aan het laten zien. Dus dit was het uitzicht. Of dit is het uitzicht. En daar heb je waterglijbanen. We moeten echt van de waterglijbanen gaan. Kijk hoe fancy eruit ziet. Ook al zijn die voor kleine kinderen. Kijk hoe schattig. Een heel waterdingen parcours. Oeh, ja, daar gaan we zitten. Naar de zee. En onze koffers zijn geleverd. Dus we kunnen de koffers gaan uitvouwen. Kijk eens en uitpakken. Ja, dit is een fancy, hè? Ja, ik heb mijn schoenen uit. We hebben onze koffers uitgepakt. Daar is bij. En we gaan nu avond eten, want we hebben honger. Maar kijk hoe mooi het hier is. Kijk hoe prachtig. Oké, okay. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zondag en hier is bij. En we zitten op een steen naar de zee te kijken. Want de zee is echt heel rustgevend. En we hebben net lekker ontbeten. En gisteren hebben we het hotel een beetje bezocht. Maar we hebben nog altijd niet alles gevonden wat we wilden vinden. Dus ja, vandaag gaan we verder zoeken. En we gaan zo meteen aan het zwembad liggen. Maar we moeten eerst wachten tot het 10 uur is, want dan pas mogen we handdoeken gaan halen. En kijk hoe mooi de zee is. Dus dat is onze planning voor vandaag. Een hele goede morgen iedereen. Het is vandaag maandag, als ik me niet vergis. En ik heb al eventjes niet meer gevlogd, of ja, gisteren ook niet. Maar het ding is, we doen elke dag hetzelfde momenteel. Dus het is niet zo heel interessant om elke dag hetzelfde te gaan filmen. Maar vandaag is het echt heel warm. Of alleszins al warmer gisterenochtend. Want ik kan hier nu gewoon zo zitten zonder het koud te hebben. Het waait wel een beetje, maar het is echt warme wind. En kijk hoe het nu eruit ziet. Kijk, daar is de zee en het waait echt heel hard. En het zijn de waterglijbaantjes en het is echt heel leuk. Ja. Maar ik heb me net helemaal aangekleed. En we gaan eten. En dan gaan we dus zwemmen. We hebben net ontbeten. Het wordt heel hard. Zoals je kan zien. Maar wij liggen nu aan het zwemmen. Het is een minimum. Allee, gaan we? Dat is een vodka. Huh? Ja, ik zie mezelf weer. Ja, we in de open. Ja. We gaan niet met twee, hè? Nee. Ziet waar. Ik ga ook op Jan, hè? Ja. Dat weet jij wel. Hier. Ja. Hallo iedereen. Ik lig hier lekker te zonnen en het zwemmen. En ik heb net een cocktail gemaakt. Hier is die. Of ja, een mocktail, maar ik vind hem niet zo lekker. Het is een beetje te limoenachtig. Ik ga straks wel een fatsoenlijke cocktail bestellen. Want dit vind ik niet zo heel lekker, maar ik ga het wel opdrinken. We hebben ons net klaargemaakt. Het is inmiddels dinsdag. Nee, het is maandag. Maandagavond. En dit is wat ik aan heb. En tot nu
is dit echt de warmste dag. We werden wakker en het waaide al heel hard. En het was heel warm. En nu is het nog warmer. Het was vanmiddag 27 graden. En de UV-index was 9. Dus ik denk dat het nu altijd meer dan 20 graden buiten is. Want het is nog altijd echt heet. Maar echt heel warm. Maar we gaan samen eens aperitieven. En dan gaan we avondeten. We hebben er straks lekker avond gegeten. En we liggen nu in bed. We zijn ook net naar de bar geweest, waar we Rummy Cup hebben gespeeld. En nu liggen we in bed, want we gaan samen slapen. Goedemorgen, we zijn helemaal klaar en we gaan nu ontbijten. En kijk hoe mooi dit uitzicht is. Echt zalig om te gaan ontbijten. En daarna gaan we een beetje wandelen, want dan kunnen we gaan shoppen. Oké, ik zag dat ik de vlog nooit meer heb verder gemaakt. Maar we zijn dus gaan shoppen in Lanzarote. En tijdens het shoppen heb ik dit kleedje gekocht. En ook een paarse bikini. En ik ga even de rest van de video volstoppen met voice-overs. Zodat jullie toch nog een beter idee hebben wat we allemaal hebben gedaan op vakantie. Tijdens onze vakantie in Lanzarote hebben we één uitstap gedaan met de bus. Helaas moesten we heel lang in de bus zitten. Wat iedereen echt irritant maakte. Maar het was heel mooi om te bezoeken. We hebben namelijk vulkaanresten bezocht. Dus vulkaankraters en alles eromheen. Ook vulkaanresten of ja, vulkaangesteenten. Wat heel mooi was. Hier zien jullie een paar beelden die ik heb gefilmd. Ook zijn we daarna met de bus naar een heel mooie zee gebracht. Met echt zwart zand. Maar de zee was echt prachtig. En dan was er ook een groen moeras, maar daar kan je niet terecht om te gaan zwemmen of wat dan ook. Want dat zijn algen die niet goed zijn voor je huid. Bij de zee was er ook een heel leuk winkeltje waar je edelstenen kon kopen. Ook zijn we langs een wijngaard gereden. En veel mensen die de Mol vorig jaar hebben gezien, dus in 2022, zullen deze plaats waarschijnlijk wel herkennen. Want vorig jaar is een stukje van de Mol hier opgenomen. En als laatste van onze uitstap zijn we ook nog naar deze zoutmeren geweest. En dat was het voor de uitstap. Het eten in ons hotel was echt mega, mega lekker. Hier zie je wat foto's en video's, want ik kan niet benadrukken hoe lekker het was. We hebben zelfs een dag gehad dat we kreeft, krab, echt alle soorten vis hebben geserveerd gekregen, wat echt heel luxe en lekker is. En het buffet is ook echt heel uitgebreid, zoals je kan zien. Je had echt genoeg keuze voor alles en nog wat. Bij was jarig in de week dat we op vakantie waren. Dus we hebben gratis een hele fles met bubbels gekregen. Ook hebben we heel veel TikToks en foto's gemaakt. Dus als je die graag zou willen zien, kan je best een kijkje nemen op mijn TikTok en Instagram. En die komen hier ook ergens in beeld. Dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik deze voice-over gedaan heb. En dat jullie natuurlijk een leuke video vonden om naar te kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei! En geniet ook van deze korte recap van de vakantie. Wegens auteursrechtersclaim kan ik de video niet helemaal in geluid laten afspelen.